Jullie hebben allebei een hele aparte manier van schilderen. En Kobe, jij schildert met penseel nummer 0. Ja. En hoe is dat? Om daarmee te schilderen? Ik vind het wel prettig. Ja, je bent wel heel lang bezig. En heb je altijd het geduld om daarmee te werken? Ja, wel. Dat vind ik juist prettig werken. Maar ik vind het ook heel fijn om aan één ding heel lang te werken. Ja, en hoe lang doe je gemiddeld over een kunstwerk? Nou, over die aquarelletjes met penseel nummer 0. Zou ik, als ik iedere dag tijd had, anderhalve maand doen. Of 2 maanden. Nee. En Wilma, jij schildert vrij grof. Ja. Je kunt ook lekker strijken en doen. En... Dat is denk ik een beetje mijn temperament, wat er op deze manier uitkomt. Ja. En in het dagelijks leven vrij verlegen en bescheiden, maar met schilderen komt denk ik mijn ware aard boven. Ja, ja. Dat betekent flink kwasten en... De wilde Wilma. Ja, ja. Hebben jullie een lievelingsschilder die je inspireert of die je als voorbeeld hebt? Ja, ik ben geïnspireerd door Dini Bogaert. Dini Bogaert. In Friesland, in Nijmegen. Ik vind haar heel mooi met licht en donker en de thema's die ze heeft, die spreken mij ook aan. Wel een beetje thema's die je om je heen waarneemt. Landschappen, mensen, kinderen. Ja, maar vooral haar licht en donker effect vind ik heel knap. Zou ik ook zo willen kunnen. En Kobe? Ik vind Jan Mankers heel mooi. En Wout Muller vind ik ook echt heel... Die maakt ook hele mooie schilderijen. Daar heb ik ook les van gehad. Ja, Pijker Koch vind ik mooi. Watteau. Holbein. Ach ja, Picasso. Heel veel vooral. En als je nu hier een schilderij van kiest, welke vind je dan van jezelf het mooist? Oh, dat weet ik zo niet. De ene keer die en dan weer die. En jij, Wilma? Jij favoriet? Dat vind ik ook moeilijk. Ik hou wel van dat soort werk, zodat, ja. En hoe was het als kind dan? Was je toen ook altijd even aan tekenend kriebelen? Ja, ik heb ooit eens een kleurwedstrijd gewonnen. Wat was de prijs? Weet je toch? Nee, dat weet ik niet meer. Maar het was in ieder geval ging uit van de lagere school en dat ging uit van de AA, van de anti-alcoholisten. En mijn vader dronk graag een glaasje wijn en die werd een beetje narrig. Die zei, nou, dat je daar een prijs mee wint, zo. Maar kleuren vond ik heel erg mooi. En ik denk dat ik toen vroeger als kind waarschijnlijk dat kleurgevoel al wel gehad heb. Ja. En jij, Kobe, hoe was het thuis bij jou vroeger als kind? Nou, ik was ook al heel vroeg aan het tekenen. Dat is eigenlijk vanaf dat ik me kan herinneren. En mijn ouders hebben me ook altijd wel gestimuleerd. Ja, en ook altijd op de klatjes en als je aan het telefoneren bent. Ja, dat heb ik altijd gedaan. Ja, ja. De schetsboeken. Ja. Mijn vader kon zelf alles tekenen. Ah, ik vind de expositie gewoon heel leuk. Het is de derde keer geloof ik al dat ik hier kom. De schilderijen zijn heel afwisselend. Ik vind het gewoon heel kleurrijk en leuk. Ja. Wat zegt u het meest in de schilderijen hier, in deze expositie? Ik vind dit schilderij heel mooi. Wat vindt u zo mooi aan? Dat het echt leeft en die laagjes op elkaar en dat het niet zo precies is. Wij doen het ook wel eens, ja, heel